De allereerste aanblik van Zoost heeft mij overweldigd. Toen ik de autosnelweg afreed, ontplooide zich vlak voor mij, haast grijpbaar, een betoverend stadsbeeld. Je kon er gewoon niet naast kijken. Uit een zee van huizen en groen priemen de torens de lucht in. En ik dacht aan het prachtige vers van Wies Moens, waarin hij onze torens in Vlaanderen beschrijft. Stenen gedichten van hemelheimwee. Maar Zoost biedt veel meer dan alleen maar torens. Binnen haar stadswal herleven de middeleeuwen en de tijden nadien die er hun stempel op hebben gedrukt. En dat is geen doodsverleden, dat zijn geen ruïnes, maar het is een levende en een lieflijke stad. Ik ervaar het als de lente haar zilvergroene mantel aantrekt of als het goud of gelig bruin in de herfst vanuit de linden de stad een veel warmere aanblik geeft. Of bij regendagen, als de torens glinsterend groen weerkaatsen. En s'avonds is het net of Zoost zo van een romantisch schilderij is weggelopen. De nacht die hangt zich dan achter de torens op en de hemel verkleurt zich met de belichte gebouwen in een soort van Giotto-groen, ijl en doorzichtig. Zoost schijnt op het eerste zicht geen tanende sporen van de tijd mee te dragen. En toch zijn er oorlogen en plunderingen overheen gegaan. Maar telkens opnieuw hebben de inwoners van Zoost behoedzaam het nieuwe met het oude in harmonie gebracht. De enge straatjes, krom en hobbelig, de scheefgezakte, bont geschilderde huisjes en de tuinen die gevangen zitten in een muur van groen en bloemen. Zoost staat daar, aangeleund tegen het Amtsbergerwald, als een levend wezen, ademend in noodlot, avontuur, werkelijkheid en droom. Het Zoster verleden was echter niet altijd zo glansrijk. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de stad grotendeels verwoest. Getuige daarvan deze veelzeggende beelden. In de nacht van 5 op 6 december 1944 werd Zoost het slachtoffer van een echt terreurbombardement, waarbij toen in 20 opeenvolgende vlagen 1000 spring- en brandbommen neerkwamen. Die nacht werden 1000 huizen verwoest en zowat 200 zwaar beschadigd. 220 burgers verloren het leven. Op 6 april 1945 bezetten de Amerikanen dus een grotendeels verwoeste stad. En toch haalde de overlevingswil van de Zoosters weer de bovenhand. De gevluchte inwoners keerden terug en werden weldra versterkt met zowat 4000 vluchtelingen uit de oostgebieden. Daarbij kwamen nog de families van de bezetters en de latere NATO-bondgenoten. Zoost, zomer anno 91. Een oud-Westfaalse stad herstelt in oude trend en smaak. Een bloeiend stadje waar het echt aangenaam verpozen is op een van de vele terrasjes, zoals hier op de Marktplaats. Op 19 september 51 komt de 4e Panzerinfanteriebrigade in Zoost aan. Hier ziet u de bevelsovergave in 1952. Op 24 november gingen de eenheden van de 4e brigade zich voltallig opstellen om afscheid te nemen van hun brigadecommandant, kolonel Huis, en om hun nieuw brigadier, kolonel Vuilsteken de Laps, te begroeten. Kolonel Huis schouwt een laatste maal zijn brigade en schijnt werkelijk tevreden over de onberispelijke houding van zijn mannen. Hij is fier ze te mogen voorstellen aan de generaal De Vaux, commandant van de 1e Infanteriedivisie, die op zijn beurt de troepen schouwt.
Kolonel Uys spreekt in korte rede uit met woorden die blijk geven van diepe aandoening, maar ook van vast vertrouwen in de toekomst. De divisiecommandant gaat dan onmiddellijk over tot de erkenning van de nieuwe brigadecommandant. De personaliteiten begeven zich daarna naar de tribune, waar hun een prachtig defilé te zien gegeven wordt. Eerst trekken de detachementen te voet voorbij op hun typisch infanteriekadans. Daarna in vlug tempo en keurig gelijnd per twee snellen de voertuigen op rupsen en wielen op hun beurt voorbij. Eerst de zware wapenscompagnies van de drie bataillons, gevolgd door de compagnie mortieren, en besloten door de vrachtwagens van de Vierdienstencompagnie. Het defilé werd succesvol besloten onder het daverend geruis van de tanks die in een indrukwekkende vaart voorbij trekken en aldus een geweldig machtsvertoon brengen. Eerste rekje en derde compagnie tank. Majoor Stroobandskorps, commandant van het eerste rekje, en de heer minister schouwen de keurig opgestelde troepen. Hector, de mascotte van het 6e artillerie, scheen het hoge bezoek op prijs te stellen. De heer minister begeeft zich vervolgens naar de kazerne Steenstraat om het eerste grenadier te bezoeken. Hij wordt er begroet door majoor Dendal, korpsoom. De minister se rend ensuite à la caserne Steenstraat pour visiter le premier grenadier. Il est salué par le major Dendal. Ensuite, il inspecte le matériel du bataillon et s'intéresse spécialement à l'appareil de tir contre avion monté sur type. Vervolgens inspecteert hij het materieel van het bataillon en interesseert zich vooral aan een luchtafweermitrailleuse op Jeep. Avant de quitter, il signe le livre d'or. Alvorens de kazerne te verlaten, tekent hij het gouden boek. Van de nationale vliegtuig geven in de 4e brigade een stopfeestplaats waar iedereen zijn kamer komt binnen. A l'occasion de la fête nationale, la 4e brigade a organisé une fête sportive. We zien hier de start bij 1500 meter, dat op prachtige en onbedreigde wijze gewonnen werd door een rekkeman. Hier zien we de finale voortrekken tussen het eerste TPT en het eerste grenadier, dat door laatstgenoemde op prachtige wijze gewonnen werd. Een zuiver militair sport is zeker het granaatwerk. Het komt er hierop aan de granaten te werpen in cirkels die respectievelijk bevinden op 20, 25, 30 en 35 meter. Lopen is niet moeilijk, maar zoals Demion dat doet, lijkt het niet zo gemakkelijk. Hierin schenen de mannen van de vijfde linie het sterkste te zijn. Een fles ledigen is geen kunst, maar ze terugvullen, daarvoor moet men meer geduld uitoefenen. Hier zien we ze dan ook aan het werk om zo vlug mogelijk hun fles boordevol te vullen. Vider een bouteille, ce n'est pas difficile. Tout le monde peut faire ça et c'est même assez agréable. Mais la remplir, c'est une autre question. Pourtant, les hommes font tout leur possible. Als laatste stopprestatie stond op het programma een aflopping van 4x1 ronde. Van bij het vertrek waren het de eerste grenadiers die de leiding nam, om dan ook onbedreigd de laatste ronde in te gaan en als overwinnaar te eindigen. Na de voorstelling der troepen reikt de majoor Bastijn de prijzen uit aan de gelukkige overwinnaar. Après la présentation des équipes, c'est le major Bastijn qui distribue les prix aux vainqueurs. Feest in het kleine stadje Soest in Westfalen.
behaalde hiermee de Canadian Army Trophy. Het muziekkorps van de 1e divisie heeft voor de gelegenheid zijn nieuw paradeuniform aangetrokken en hoeft helemaal niet onder te doen voor de doedelzakblazers van het Canadese leger. Opperbevelhebber generaal Crahé schouwt het bataljon dat de overwinning behaalde en al de andere Belgische ploegen die aan de competitie deelnamen. Iedereen ziet er gelukkig en tevreden uit en de oud-commandant van het 4e lanciers niet het minst. Die Laufstrecke führt zunächst durch die Werler Fußgängerzone und dann über die B1 in Richtung Soest. We verlaten nu even het militaire aspect. Dit is de Silvesterloop 1985. Auch hier in Soest stößt der Silvesterlauf auf großes Interesse. Viele Zuschauer säumen die Straßen um die Läufer, ob sie nun auf zwei oder vier Beinen die letzten Meter bis zum Ziel zurücklegen, noch einmal ordentlich anzufeuern. Belgier Jean Walz schaffte es auch in diesem Jahr und wurde Gesamtsieger des Laufes, dicht gefolgt von Werner Römer und Richard Köhler. Aber es wurden auch die Sieger der einzelnen Altersklassen geehrt. Besonders gefreut hat sich Irene Gröppel, Siegerin der Klasse F, über 60 Jahre. Was die konkrete Zusammenarbeit ist, bezogen auf das Jahr 1988 zum Beispiel, zwischen Ihnen, das Kultur- und Verkehrsamt, und die 4. Panzerinfanteriebrigade hier in Soest. Ich darf sagen, dass diese Zusammenarbeit insbesondere in der Organisation beruht. Das heißt also, alle Veranstaltungen, die deutsch-belgischen Veranstaltungen, müssen jeweils auch vorbereitet werden und sehr gut organisiert werden. Und diese Organisation wird von unseren beiden Stellen, einmal von Herrn Van der Voll und einmal von uns vom Kultur- und Verkehrsamt, immer wieder im Jahr durchgeführt, wobei wir jährliche Veranstaltungen haben, die sich immer wiederholen, aber auch in diesem Jahr insbesondere zu unserem diesjährigen Bördetag, von dem Sie sicherlich heute noch etwas erleben werden. Als Belgen of Zooster iets ondernemen, dan doen ze dat toch samen niet? De Silvesterlauf zag u al. Hier de Bördetag 1991. Of de jaarlijks wederkerende Mars van de Vriendschap. Zooster en Belgen samen genietend van al het moois wat deze streek te bieden heeft. Märsche der Freundschaft gestartet werden. Ich freue mich,
dass dieser Marsch der Freundschaft sich bei uns hier in Soest dadurch von anderen unterscheidet, dass er ein Marsch der Freiheit ist. Wat betekent dat eigenlijk voor u? Ja, ik kan zeggen dat dat voor ons staffs met een slag, wie ik het voor enige jaren vastgehouden heb, het zijn wohl jetzt 3 jaar her, anlässlich der 35-jährigen Stationierung der belgischen Truppen hier in Soest, da heb ik gezegd: 6000 Soester zijn Belgier. Wenn Sie sagen, was das betekent, also was das bezeichnet, was das beinhaltet, dann muss ich sagen, dass sicherlich mit dieser Art, in der ich es gesagt habe, am besten festgehalten ist, wie wir Soester das empfinden. Wir empfinden unsere belgischen Familien, auch die belgischen Einheiten und die belgischen Soldaten als unsere Mitbürger in ganz hohem Maße. Die Belgier gehören zu unserem Stadtbild nicht nur, sondern sind Bestandteil unserer Stadt, gehören zu uns. Ja. Was zou er eigenlijk gebeuren met Soest, als de militairen zouden wegvallen, als die er niet meer zouden zijn? Ja, was das heißt, wenn die Belgier nicht mehr da sein würden? Ja, ich muss Ihnen sagen, das können wir uns gar nicht vorstellen. Maar in de herfst van 1990 gebeurde dit. Goedenavond, dit is de vooravond van een grote historische dag. Straks om middernacht worden Oost- en West-Duitsland herenigd. Daarmee komt er een eind aan een hoofdstuk uit onze naoorlogse geschiedenis. Het staat nu al vast dat het eengemaakte Duitsland een eerste rangsrol gaat spelen in Europa. Maar wat gaat er gebeuren met de geallieerde troepenmacht die sinds de Tweede Wereldoorlog in Duitsland gelegerd is? Ons leger in Duitsland zit met een probleem. Sinds het weghalen van het IJzeren Gordijn is het klassieke vijandbeeld in Europa grondig gewijzigd. De generale staf wil het leger diepgaand hervormen en flink wat militairen uit Duitsland terugtrekken. Ze spreken over terugtrekken, iedereen stelt zich vragen natuurlijk, wat gaat er gebeuren? Maar persoonlijk mijn mening is afwachten en nog altijd veel blijven doen zoals het voordien was. Ik verkies Duitsland boven België. Waarom? Ik ben een BSD-kind, mijn vader is militair geweest. Ik ken België zeer weinig, van België en ik voel me het best in Duitsland. Ik denk er straf over na om hier te blijven dan. Een jaar een activiteit te vragen en proberen hier een job te zoeken. De kinderen zijn niet geboren. Ja, hoe moet je dat nu doen? Als nu bijvoorbeeld zeg je tegen de kinderen, je moet naar België, wat gaan die jongens dat doen? Die staan met een kop voor een muur. Die weet niet eens waar naartoe. Ze kennen niemand in België. Ja. Maar uiteindelijk werd toch voor iedereen een oplossing gevonden. Geen reden voor verslagenheid dus. We'll be right back.
Belgen bleven ondertussen niet bij de pakken zitten. En problemen zijn er om aan te pakken. Zoals hier bij het project Meunezee, waar heftige stormen een herbossing vereisten. Vrouw Karin Zande, landrijtin, plant hier de eerste boom. Meteen de nieuwe wortels van samenwerking. Vielen hebben gedacht dat ze zeer vielleicht nog jahrhunderten dauerten zal en hebben daar nichtmals mit gerechnet dat es irgendwo ein Tags in Deutschland keine belgischen Soldaten geben soll. Auch für die kleine Stadt Soest wird der Truppenabzug entscheidende Veränderungen mit sich bringen. In 40 Jahren hatte man sich hier nicht nur an die belgischen Besatzer gewöhnt. Bürger und ansässige Kaufleute rechneten sogar mit 90 zu Ende. Was bedeutet dieses für Ihre Stadt? Dies hat verschiedene Auswirkungen. Zum einen hat es natürlich Auswirkungen auf die Stadt Soest als solche, auf die Wirtschaftskraft der Stadt Soest. Die belgischen Mitbürgerinnen und Mitbürger setzen immerhin sehr viel Geld in unserer Stadt um. Dieses Geld wird uns demnächst fehlen in unseren städtischen Haushalten. Auch dann, denn wir bekommen auch vom Land Nordrhein-Westfalen über die Schlüsselzuweisungen Gelder, die unseren städtischen Etat sicherlich mit entlasten. Das bedeutet aber auch etwas ganz anderes, nämlich einen Verlust an Kultur, einen sehr großen Verlust an Kultur. Die Belgier haben in unserer Stadt in den Jahren, seit sie hier bei uns sind, sehr viel gebracht für uns. Sie haben sich im sportlichen Bereich betätigt, sie haben sich auf den verschiedensten Ebenen der Musikkultur, bildenden Kunst betätigt und insofern eine Menge, leider muss ich dann sagen, hinterlassen. Sie haben sich aber auch sehr stark sozial engagiert. Ich habe gerade am vergangenen Wochenende beim Sommerfest der Jürgen-Wahn-Stiftung wieder gesehen, wie sehr solche Feste mithilfe unserer belgischen Mitbürgerinnen und Mitbürger überhaupt erst gelingen können und welchen Verlust wir auch dort haben. Herr Bürgermeister, sind die Feierlichkeiten zum 40-jährigen Verbleibens der Belgier in Soest. Was bedeuten für Sie persönlich diese Feiern? Und was glauben Sie, welche Erwartungen stellt die Soester Bevölkerung in diese Festivitäten? Für mich persönlich ist der Aspekt, unter den wir diese Feiern auch gestellt haben, deutsch-belgische Freundschaft, ein sehr wichtiger. Ich hoffe, dass sich diese deutsch-belgische Freundschaft dann noch einmal in der Teilnahme der deutschen und belgischen Bürgerinnen und Bürger beweisen wird. Ich hoffe, dass sehr große Bevölkerungsteile sehr positiv davon Kenntnis nehmen. Da das Programm sehr vielseitig ist, bin ich auch davon überzeugt, dass es angenommen wird von beiden Nationalitäten, die dieses Fest tragen. Ich hoffe allerdings auch, dass sich die anderen Nationen, die in Soest ansässig sind, die wir in Soest haben, beteiligen werden und viel Freude bei den verschiedenen Aktivitäten haben werden.